Yo kijkers van Borma Games, en vandaag gaan we beginnen met een serie die ik al een tijdje heb aangekondigd en waar ik ook echt super veel zin in heb. Heel veel mensen kennen mijn kanaal waarschijnlijk ook wel door dit spelletje. Dit spelletje is Prison Architect en nou ja, jullie kennen het wellicht van, want ik heb hier natuurlijk een gastrol mee gedaan op GamerKingNL. En ik dacht van nou, jullie vinden dat daar ook leuk. Daarmee ga ik trouwens ook deze week of volgende week nieuwe episodes van uploaden op GamerKingNL zelf. Als je daar nog wil kijken, want daar ga ik met een nieuw seizoen starten. En toen dacht ik, hey, ik kan het op mijn eigen kanaal ook wel gaan doen. Aangezien jullie het toch leuk vinden. Dacht ik van nou, als jullie het leuk vinden, dan kan ik het net zo goed ook hierop doen. Ik ga eerst dit even afsluiten. Met de fences. En wat ik dan nog moet doen is een deur erin doen. En die staat, als het goed is, hier er. Nee, deze moet ik hebben. Kijken of hij in het midden kan. Nou, daar is wel goed. En dan gaan we even op een beetje snel doen. En dat zijn allemaal werkers die nu komen. En gelukkig zijn dat geen gevangenen al, want dan had ik echt een probleem gehad. Maar zoals jullie kunnen zien heb ik hier al heel veel, 500.000 ben ik mee begonnen. Normaal gesproken begin je natuurlijk met minder. Maar aangezien ik, even kijken, objects denk ik. Aangezien ik gewoon gelijk wilde beginnen. Die moet daar. Heb ik dus eventjes geld, soort van gecheat, maar het is echt heel makkelijk in deze game. Het is niet eens goed beveiligd of iets. Dus dat is heel makkelijk. Maar ik moet eerst zorgen dat mijn basis goed is. Dat de gevangenen sowieso niet kunnen ontsnappen. Een gevangenis. We gaan eerst een soort pad maken, denk ik. Nu kunnen we wel even wachten, want het is nu allemaal dicht. Stenen pad. Zo, op die manier. En dan gaan we hier een soort, hoe heet het, maken. Ik heb nog niet echt precies in mijn hoofd hoe ik het ga doen. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké, zo. 10 bij 22. Doe maar 22 bij 12. En wat we dan ook gelijk gaan doen is fence. Even kijken hoor. Nou, dat is in ieder geval dan alvast dicht. We moeten er gewoon voor zorgen dat alles dicht blijft. Want als jullie de video's hebben gezien op het kanaal van GamerKingNL, hebben jullie kunnen zien dat daar nogal wat gevangenen waren ontsnapt. En dat kost je super veel geld. Ik weet eigenlijk niet, options, audio of wat zachter zetten. Apply, oké. Ik weet nou niet precies hoeveel dat eigenlijk kost. Het zal, ja, het moet hier staan. Wacht even kijken hoor. Hier moet het staan ergens. Moet je hier, kan je dat ergens vinden, maar dan moet je eerst even je staf zien te krijgen. En dat heb ik nog niet. Dus daar moeten we op wachten. Gaan ze dit afmaken? Ik denk het. Oh, moet ik er ingang voor hebben. Even kijken bij objects. Large jail door. Kijken of ze hem erin gaan bouwen. Komt hij aan. Daar gaan we. Ja, toppie. Oh ja, dat is op zich ook wel handig. Ik moet een, hoe noem je dat? Stroom gaan maken. Oké, zo. En dan gaan we een generator. Die staat ook hier tussen, denk ik. Al weet ik het niet. Hier staat die tussen. Ja, oké. Power station gaan we hier plaatsen. Water gaan we
daar plaatsen. En dan gaan we even kijken hoe we die andere dingen erbij moeten doen. Oké. En wat moeten we hiermee? En dan moeten we dus die large pipes gaan we dan doen. En dan gaan we eerst gewoon deze pakken. Ik weet nog niet precies waar ik me cellen ga maken, maar ik zorg dat deze door het midden loopt. Zodat die alvast klaar is. En dan moet ik ook power switch, die moet daar. En dan doe ik de kabel doe ik daar aan. Zo. Ik moet even zorgen dat ik dit allemaal goed voor elkaar heb. Want vorige keer ging het nogal fout in die andere. Hoe noem je dat? In die andere gevangenis ging het nogal mis. Dus ik moet even zorgen dat de basics nu goed zijn. En dat we dan volgende keer gewoon de keuken kunnen gaan maken. En allemaal dat soort dingen. En wat ik uit heb gezet is dat je hier niet kan kijken. Als je er niemand is. Geen beveiliger. En wat ik ook uit heb gezet is... ik moet dus van daar naar daar stroom zien te krijgen nog. Oké. En wat ik ook uit heb gezet, dat moet ik heel veel nadenken. Ik heb nog één ding uitgezet, maar dat weet ik niet meer. Maar ik weet zeker dat ik nog iets uit heb gezet. Even kijken. Brick wall. Maakt niet zoveel uit of je brick of concrete pakt, zie ik nu. Kamers, cellen. Minimum 2 bij 3, oké. 1, 2, oké, dus... Zo. Kunnen we het gewoon doen. Dit is... Oh, dit is te klein. Zo, op deze manier. 3 bij 2, oké. Zo, die past, hier past die in ieder geval precies. Kan het op deze plek ook. Maar dan even die kant op. Daar is de deur, dus daar gaat het niet. Daar kan het ook. Ik zit nu eventjes een beetje te bedenken hoe ik de indeling van mijn gevangenis ga doen. En op deze manier gaat het denk ik wel lukken. Waarom ligt de power zo laag? Oké, die staan nu wel allemaal aan. Dus ik denk dat die nu gewoon werkt. Even kijken naar de utilities. Dus hij levert, als het goed is, levert hij nu gewoon stroom. Ja, hij levert gewoon stroom. Dus dat is helemaal goed. Wat moeten we in de... Ik ga even kijken, want dat moeten we instellen. Normal risk is open. Over 14 uur komen er... oh ja, dat had ik uitgezet. Dat de gevangenen komen, binnenkomen automatisch. Dat heb ik uitgezet. Dat ik in kan stellen van wanneer ik wil dat ze komen. Dus dat kan ik in, heb ik ingesteld. Oké. Oh, ik moet natuurlijk nog deuren erin gaan doen. Dat is op zich wel handig. Jail doors. Dit is nog niet zo'n groot gedeelte natuurlijk. Daar komen dus allemaal deuren aan. En verder, wat moeten we nog meer erin doen? Een wc en een bed. Oké. Toilet. Doen we wel aan die kant dan. Maak ze niet zoveel uit. Zo. En het bed hebben we ernaast staan. Oh, moet aan die kant bij deze. Zo. En ik hoop dat jullie deze game ook gewoon leuk vinden. Oh, hij loopt. Dat is zo'n autosave. Dan denk ik altijd dat hij vastloopt.
Maar dat doet hij niet, want hij staat wel op autosave, dat heb ik gewoon ingesteld. Heb ik eigenlijk al guards? Nee, die heb ik niet. Dus daar maak ik er even twee van. En wat ik dan ook gelijk doe is dit. Materials, fans. Even zorgen dat die gewoon... Wat dat betreft gewoon dicht is. Ik denk dat die zo wel goed afgesloten is. Oké, dus de... Hoe heet het hebben we? De cellen hebben we er al wat van. We hebben er 8 komen er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cellen hebben we al. Dus dat is in ieder geval al helemaal top. Het enige wat ik nu zie, inderdaad, is dat wij voor water moeten gaan zorgen. En dat moet op deze manier. En ik hoop dat we daar ook bij kunnen komen. Even kijken. Kunnen we dat verwijderen? Nou, we kijken of dat zo lukt. Oh, deze geeft al aan dat die water heeft. Dus die wordt al, krijgt al water. En deze nog niet, maar dat gaat nog wel komen. Oh, alles is al gebouwd door de... Oh, hier zijn ze nu bezig. Oké, dat is helemaal top. Dan is het de gevangenis dicht als de gevangenen aankomen. Oké, even kijken of het echt overal dicht is. Ja. Wat we nu gaan maken is een keuken, denk ik. Dat zal wel de tweede belangrijkste plek zijn. Even kijken hoor. Ja, keuken die komt er gewoon bij. En dan hebben we... Office hebben we ook nog wel nodig. Maar dat kunnen we gewoon hier bijvoorbeeld maken. Maar dit is wel een mooie plek om de keuken te maken, denk ik. En de, niet alleen de keuken, maar ook de kantine. Even kijken hoor. Ik wil hem eigenlijk 10 bij 20 maken. Dus 20 bij 10. Zo. En dan dat daar de materials, stone, dat die daar komen. En wat ik eigenlijk ook wil, om het er wat mooier uit te laten zien, zo even gras, gewoon omdat het kan eigenlijk. En omdat het er gewoon leuk uitziet. Zo. Even kijken of dit allemaal goed gaat. Ik denk het haast wel. En ik ga hier ook wel gras plaatsen. Want ik heb toch veel geld. Ik geef nu in het begin natuurlijk wel veel geld uit. Aangezien ik... op moet bouwen. Maar na een tijdje gaat er veel geld binnenkomen. En maakt het niet zoveel meer uit. Garden outdoor area. Heb ik dat gepland? Blijkbaar. En dan gaan we even wachten tot het wat lichter wordt. Dat zal zo wel gaan komen. En alles heeft hier water of nog niet? Oh, dat moet nog aangelegd worden. Oh, daar zijn ze mee bezig. Oké. Dan is het helemaal goed. Dan weet ik dat ze daarmee bezig zijn. Dit is trouwens de Alpha 16. Voor de mensen die het willen weten. De game is dus nog niet af. Maar ik heb de Alpha 16. Er zijn wel nieuwe Alphas uitgekomen. Maar ik vond het een beetje zonde om die ook te gaan kopen. Aangezien het wel gewoon geld kost om deze objects. Die gaat er daarin. Het kost wel gewoon geld deze game. Het is alleen nog steeds een beta. Dus om daar weer geld aan uit te geven vond ik eigenlijk een beetje zonde. Dus daarom heb ik hem niet nieuwste gekocht. Even kijken hoor. Muur moet ik nog maken, dat is bij deze. Denk ik op deze manier. Stafdeur moet ik nu hebben.
En dan gaan we opdelen in de kantine. Dat wordt dit gedeelte. En dit wordt de keuken. Oké, object cooker hebben we nodig. Dus die gaan hier. Een fridge. Even kijken hoe die moeten. Ik weet niet of dat uitmaakt eigenlijk. Ik denk zo. Ik weet eigenlijk niet. Zo, fridge. Wow, die is groot. Die gaat daar dan. Kamers. Keuken. Staat die daar. Fridge, cooker, sink. Oké, daar zijn ze in ieder geval niet mee bezig. Het enige wat we daar nu naartoe moeten leiden is stroom. Wat er al loopt. Of niet? Hebben die al stroom? Oh, die hebben al stroom. Dan loopt hier natuurlijk al een leiding die precies op de goede plek. Dus dat is helemaal top. Dan is die al vastgelegd. Zo, dan komt daar water heen. En wat hier in de kantine, serving tables. Even kijken. Ja, oké, die gaan we aan die kant neerzetten. En dan gaan we de tafels en de banken plaatsen. En dan banken, dit zijn de tafels. Banken hebben we ook hiernaast staan, ja. En aan de buitenkant kunnen ze er dan langs lopen. Die haal ik eventjes weg. En dan kunnen we misschien aan de andere kant ook nog wel een serving table doen. Gewoon zodat het er even wat beter uitziet. Zo, stroom daarheen leggen. En de gevangenen komen al over 3 uur en 8 minuten. En wat we dan nog meer af moeten hebben is... Nou, we moeten in ieder geval nu koks kopen. Doe ik er gewoon 2. Gewoon zodat het snel voor elkaar is allemaal. En dan gaan we verder nog even kijken welke kamers we sowieso moeten hebben. Eigenlijk moeten we ook holding cells en solitary moeten we ook wel gaan maken. Maar dat kan op zich nog wel even wachten. Douches zijn er eigenlijk wel belangrijk. Is daar nog een minimum voor? Nee, moeten we alleen een douchekop voor hebben. Dus waar gaan we de douches maken? Die kunnen we wel hieronder maken. We hebben nog 2 uur tot de gevangenen komen. Als we hier dan een soort douchekamer maken. Of die doen we dan hier al wel. 10 bij 15. Ja, dat is wel goed. Object, large jail door daar. Zorg dat het goed dicht blijft nu, want nu komen de gevangenen een beetje aan. Zo. Dus dan moet, is dat in ieder geval geregeld. Oh, oh, ik ben nu iets heel belangrijks vergeten. Object. Want ze smokkelen nogal veel in de gevangenis. En daardoor hebben we nodig metal detectors. Zo. Daar ook gewoon. Oh, weer autosaving. Je denkt dat hij crasht, maar dat doet hij niet.
Daar staan ze nu ook. Dus overal, dus als je nu binnenkomt wordt je gecheckt, als je uit de kantine komt wordt je gecheckt en als je in de cel gaat wordt je gecheckt. Je moet gewoon zoveel mogelijk controle daarop houden, want anders gaat het uit de hand lopen. En even checken of alles nog dicht zit. Ja, hier zit een deur. Als het goed is, ja. Dus komen over 1 uur komen ze al binnen. Dus dat is niet lang meer. En gelukkig hebben we 1 guard en die andere is daar. Dus dat gaat al helemaal goed komen. Even al deze dingen cellen. We gaan binnenkort natuurlijk ook een werkplaats maken voor die gevangenen. Maar dat heeft op zich niet zoveel haast. Dat is alleen als we nog meer winst willen maken en zodat gevangenen iets te doen hebben. En je moet, zoals ik nu inderdaad zie, je... Hoe heet het? Ook poweren. Dat is op zich wel logisch natuurlijk. De douches, wat voor deur gaan we daarin doen? Ook gewoon een grote deur. Zo. Gewoon zorgen dat alles stevig in elkaar zit als het ware. Deze deur staat nu open. Dat is niet de bedoeling. Door mode normal. Voor nu eigenlijk moeten ze dicht, hè? Zodat ze in ieder geval terug kunnen. Alle deuren staan open nu, behalve die. En de gevangenen gaan nu binnenkomen. En de gevangenis is er denk ik wel klaar voor. Ze gaan daar alleen lichten plaatsen en dan kunnen ze daar ook weer weg. En de gevangenen kunnen dan niet naar binnen, die moeten zo meteen opgehaald worden. En waar gaan wij onze stafplek maken? Die gaan we hieronder maken. Materials vents, daar komt nog een vent. Je kan hem nu al even openmaken. Oké, gaat hij die gevangenen ophalen of niet? Oké, als ze dit maar kunnen bouwen. Nog even iets extra als beveiliging, want die deur gaat steeds open en dicht en als ze er zo meteen weg kunnen lopen, dan zijn ze gewoon weg en dan gaan we ze ook niet meer terugzien, ben ik bang. Dus we bouwen deze beveiliging eventjes in, zodat ze gewoon niet weg kunnen. Tegels op de vloer. Is wel handig. En wat we dan nog meer gaan doen is putjes en douchekoppen gaan we nu aanleggen. Douchekoppen die staan hier. Zo. Gewoon lekker veel. Zo, zijn maar €20. En dan gaan we hier natuurlijk ook gelijk stroom aanleggen. En water. Small pipe. Oh, ik moet niet die large hebben, want dan krijg je een beetje te veel van het goede. Zo. En dan is dat ding ook dicht zo te zien. En al die douchekoppen komen nu. En ik weet niet waarom die gevangenen niet opgehaald worden. Maar
ik weet niet. Oh, ik heb het nog niet zelf gemaakt. Ik snap hem al. Dus nu kunnen ze naar hun cel toe. Nu gaan ze denk ik wel naar hun cel toegebracht worden. Oké. Gaat hij ze nu oppikken of niet? Ja, nu gaat hij ze meenemen. Gelukkig. Ik dacht al, waarom neemt hij ze nou niet mee? Maar ik bedank jullie voor het kijken. We hebben heel veel gedaan vandaag. Lange aflevering, maar ik hoop dat jullie dit ook leuk vinden. Laat even een duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe episode van de Prison Architect. Later.